Ja, dat hele Houdonk verhaal, dat blijft maar rondgaan, hè? Ja, allemaal meningen. En dan lees je dat allemaal over van Houdonk. Ja, die en ook babbel erover. Ja, gaat maar door, houdt niet op. En ja, en nu zeggen ze eigenlijk, dat is een beetje de teneur, zo van ja, het valt eigenlijk wel mee. Ja, ach ja. Was niet helemaal oké wat hij had gedaan van Houdonk. Dat niet natuurlijk. He, wat hij had gezegd over Stijn. Die Monique Stijn. Maar ja, om hem nou helemaal van de tv af te halen. Nee, dat gaat te ver. Ja, dat is dan de mening. Ja. En nee, de NOS die moet toch eigenlijk maar weer een beetje over het hart strijken. En dat. Weet je wel. Nou, vrienden. En daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Nee, maar dan ook totaal niet. Nee, want het was, kijk, bij Van Houdonk was het wel zo. Hij had al eerder dingen gezegd over die Stijn. En hij was al eerder bezig over hem. Ja, dat is wat, hij kon zijn rancune, die kon hij gewoon niet in bedwang houden. Nee, hij zou en moest elke keer die Stijn weer aanpakken. En dat hebben we nu gezien. Kijk, het was geen slip of the tongue, hè. Het was niet van dat je iets zegt eventjes gewoon zo. En dat je dan denkt bij zo, oh, wat heb ik nou gezegd? Vrienden, ja, nee. Zo had ik het niet bedoeld. Oh, sorry. Nee, neem me niet kwalijk. Dat was niet dit geval, hè? Nee, dat hebben we wel eens gezien bij Van Basten of zo. Of bij Derksen. Dat was dit niet. Dit was willens en wetens iemand beschadigen. Ja, dit was zo laag. Daar krijgt een limbo-danser een hernia van. Ja, zo laag. En daarom heb ik daar geen enkele compassie mee. Heb ik geen enkel gevoel van, nou ja, weet je, we moeten ook een keertje zo kunnen doen. Nee, niet in dit geval. Zo bewust proberen te beschadigen. Dat kan niet, vrienden. Nee, dat kan echt niet. En je kan iemand heel makkelijk beschadigen, hoor. Want je kan zomaar, je zegt zomaar iets over iemand. En dat kan via de roddel, dat weten wij allemaal. En dat is verschrikkelijk als er over je geroddeld wordt. En je kan je daar niet tegen verdedigen. Hè? Want ja, je kan zomaar van iemand zeggen, jij bent een pedofiel. En dan? Ja, ik kan jou hooguit nog nee zeggen. Ja, nee, dat is niet waar. Ja, en dan zeggen de rest, die zegt dan weer van, ja, maar roken ze vuur. En die, ja, vrienden, het is zo makkelijk om iemand te beschadigen. En dat is hier gebeurd. Maar willens en wetens, nogmaals. En daarom is het terecht wat de NOS doet. Gewoon Pierre van Houdonk voorlopig helemaal aan de kant. En voor het leven, dat zal ik niet zeggen. Maar voorlopig een behoorlijke lange tijd hoeven wij die Van Houdonk even niet meer te zien. Nee, want kijk, wat hij nu ook gaat zeggen als analist, dat geloven we toch niet meer. Nee, want stel je voor, hij is positief over Ajax. Dan denken we van ja, dag. Ja, die probeert weer zoete broodjes te bakken met die Stijn. En als hij iets negatiefs zegt over een andere club, over Feyenoord of wat dan ook, dan moet je denken, oh, hij heeft nog een rekeningetje openstaan. Of zo, hij is weer rancuneus ten opzichte van Feyenoord of zo. Dat, ja, je vertrouwt natuurlijk geen enkel woord meer van hem. Dus het kan niet. Vrienden, nee. Wij zeggen voorlopig even heel erg gedag tegen Pierre van Houdonk. Bye.